Hallo allemaal, Lars Daniels hier van Perswijn. Uh, Ronald de Groot zit momenteel in, in Luxemburg voor een mooi artikel uh, voor het nieuwe nummer alweer, het komende nummer 6, uh, uh, wat in een nieuwe opmaak trouwens zal, uh, zal verschijnen. Dus uh, ik mag de honneurs waarnemen om jullie bij te praten over uh, wat er allemaal in nummer 5 uh, staat, die nu bij de drukker ligt. Vandaar deze, deze, uh, dit tablet hier op tafel met uh, de cover erop. Um, ik heb hem dus nog niet uh, in gedrukte vorm in handen helaas. Um, laten we beginnen met die voorkant. Op die voorkant staat een, een prachtige wijngaard vind ik zelf in het Mergelland, wijngaard Stokkum. En daar was ik voor een uitgebreid artikel over de B.O.B. Mergeland. En uh, ja, dat was prachtig om dat allemaal eens even op een rijtje te zetten. Uh, we kennen natuurlijk bedrijven als Apostelhoeven, de Wijngaardsberg, uh, maar er zijn nog veel meer... Uh, Kleinere uh, producenten die hele bijzondere dingen aan het doen zijn. Er zit heel veel potentie denk ik in, in Zuid-Limburg. Dus het was leuk om dat, uh, om dat eens uh, te bekijken. Um, Ronald was in, uh, in maart in Zuid-Afrika. Zoals u weet uh, toen eigenlijk de coronapandemie in, in Nederland ook echt goed uitbarstte. Um, hij was onder andere in Zwartland waar we natuurlijk al vaker zijn geweest. Uh, hij sprak uh, Ibn Sari en de Mullenews en uh, heeft op basis daarvan een prachtig artikel gemaakt over de huidige stand van zaken. Dat eigenlijk laat zien dat de, de, de zwartlandrevolutie eigenlijk een continu proces is. Um, verder, uh, Ronald proefde ook nog sport uh, 2018, dat gebeurde gewoon hier uh, uh, aan de Middenweg. Hij was in februari in, in Toscane voor de primeurproeverijen Brunello. Dat is dan vooral 2015 uit mijn hoofd. En Montepulciano, 2017. Die proefnetities vindt u allemaal in, in nummer 5. Even kijken: Hilary Akers uh, interviewde uh, Jeroen Bronkhorst uh, van de Wijnstudio, een opleider. Uh, dus die komt uitgebreid aan het woord. Um, Karen Leeuwenhoek. Die uh, volgt natuurlijk de, 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 de wijnliefdes van Nederlanders in het buitenland. En uh, die was dit keer in Mercure, in de Bourgogne. Bij Domaine de la Monette van Roelof Lichtmans en Marlon Steijnen. Um, uh, Magda van der Rijst uh, heeft ook weer een aantal bijdragen geleverd, natuurlijk. Onder andere eentje over de verandering. Uh, van de, laten we zeggen, promotiecampagne uh, ter uh, ja, verantwoor verantwoord alcoholgebruik. Wine in Moderation is, is de, de, de internationale organisatie die dat allemaal uh, uh, regelt. Wij hadden in Nederland altijd uh, Wim, dat was een leuke uh, woordspeling daarop natuurlijk. En uh, dat was zo'n poppetje die heel erg op, op die Fido Dido van de 7-up reclames uit de jaren 80 of 90 uh, leek. Dat deden toch niet zo goed. Dus ze hebben dat omgezet naar Choose, Share, Care. Dat moet tegenwoordig natuurlijk allemaal in het Engels. Maar ze hopen dat dat wel beter aanslaat. Er zit in ieder geval een hele goede gedachte achter, denk ik. Even kijken. We gingen aan tafel met Walter van Ditmars. Van Ditmars Wijnkoperij. Hij proefde Loire. En dat gebeurde bij studio Konijnen voor in Arnhem. Jawel. Kees van Leeuwen. Die heeft een heel interessant stuk geschreven over, over hoe we ruiken, over, over geur, over geurdrempels, onze gevoeligheid voor bepaalde geuren. Maar ook over een, een vervelend actueel thema, eigenlijk: het reukverlies uh, uh, dat kan optreden bij, uh, bij uh, infectie met corona. En dat is helaas een, een, een thema dat, dat mensen die wij goed kennen uh, heel erg dwars. Uh, ja, uh, die daar heel erg last van hebben. Uh, dus dat is, wat, uh, dat is wat minder leuk. Um, wat nog meer over proeven gesproken. Ook uh, staat er een artikel in over proeven bij perswijn, hoe we dat nou eigenlijk doen, hoe wij bepaalde wijnen waarderen, hoe wij uh, wijnen uh, selecteren voor het thema geselecteerd of het, uh, wat voorin staat. Um, en we stellen ook ons proefpanel wat nader aan u voor met, uh, met de, de fotootjes van de heren en dames erbij. Uh, verder hebben we heel veel wijnen natuurlijk weer geproefd. Chenin blanc uit Zuid-Afrika van ontzettend hoog niveau tegenwoordig. Er zitten wijnen bij, die krijgen 17,5-18 punten, uh, omdat we ze zo goed vinden, echt van wereldklasse. Uh, heel veel Spaanse wijnen geproefd, zo'n beetje uit de midden-Noord-Spanje en, en het Noordoosten. Dus uh, een gebied dat helemaal loopt van Navarra via Aragon, Catalonia naar, naar Valencia zelfs. Um, witte wijnen uit Chili en Argentinië. Dus dan gaat het vooral om, om Sauvignon Blanc, Chardonnay. Maar ook om Torontes, natuurlijk, in Argentinië. Uh, Gewürztraminer uit de Elzas. Een wijn die je misschien wat minder drinkt. Maar aan tafel uh, natuurlijk een fantastische functie heeft. Uh, heel rijk, uh, maar tegenwoordig ook uh, frissere varianten. Uh, waar, waar ook frissere varianten van zijn. Uh, en tenslotte Amarone. Dat moesten we doorschuiven. Dat paste niet meer in het vorige nummer. Bij, bij alle rode wijnen, andere rode wijnen uit Veneto. Dus uh, Amarone en een klein beetje Ricciotto uh, staan in dit nummer. Nou, echte, echte krachtpatsers natuurlijk. Rijke, wilderige wijnen. Ultieme Italiaanse. Een ultiem Italiaans product denk ik. Hè, door, de, door de indroging. Ja, het is, uh, het is toch weer een mooie, gevarieerde uh, uitgave geworden denk ik. Uh, het is niet altijd makkelijk om dat uh, in deze tijd samen te stellen. Want we kunnen natuurlijk wat minder reizen. We doen veel met de auto. En dat gaan we nog veel meer doen denk ik. Um, dit nummer 5 is dus het laatste nummer in de, in de oude vertrouwde opmaak. Vanaf nummer 6 ziet Pierswijn er weer heel anders uit, en we hopen dat u dat heel erg gaat bevallen. Tot die tijd, geniet van nummer 5.